Paden der Roem. Een spel in twee delen naar Humphrey Cobb's roman Path of Glory, bewerkt en geregisseerd door Barry Bermans in de vertaling van Henk Richters. Eerste deel. Ze marcheren nogal slordig. Zou jij ook doen als je hetzelfde had doorgemaakt als zij? Hoe weet jij dat ze wat doorgemaakt hebben? Kijk maar eens naar die gezichten. Zie je hoe de onderkaak dat onder een beetje bijhangt? Dat is een reactie. Dat komt omdat ze op elkaar geklemd hebben gehad. Kijk eens naar hun ogen. Ze zijn open, maar aan de blik kun je merken dat ze niet zoveel zien. Ze hebben het verdomd zwaar gehad. Elke keer als een man uit de voorste linie komt, dan gebeurt er iets binnenin hem, zoals het springen van een veer in een horloge. Bovendien, ik weet toevallig dat deze kerels in de Souchévallei verschrikkelijk zware beschietingen te verduren gehad. Jij weet een heleboel, hè? Nou, niet zoveel. Maar ik weet wel dat het bij hun raak is geweest, omdat het mijn regiment is. Ik ontmoette een sergeant bij het spoorweghoofd die daar gewond werd en die heeft me erover verteld. Welk regiment is het? Het 181ste regiment uit de frontlinie. Of wat er van overgebleven is. Dat is het regiment waar ik me bij moet melden. Laten we achter ze aangaan. Sparen we ons een mars van 50 kilometer en dan heb je nergens aan terug. Vraag, pak je spullen. Een ogenblik. We hebben geen haast. Laat mij dit maar afhandelen, dan komt het prima van elkaar. Dan ben je niet kwalijk. Zeker een beetje opgevonden omdat ik naar het front ga, denk ik. Zeg, mijn naam is Duval. Hoe heet je, hè? Ik ben soldaat eerste klas Langbois. Hoe kom jij vandaan? Het hospitaal? Nee, paradijs. Ook wel bekend als verlof. Nou, wat zullen we doen? Iemand heeft eens gezegd dat iemand pas een goed soldaat is als hij weet hoe niet te gehoorzamen. Hij had gelijk. En ik ben een goed soldaat. We hebben het bevel gekregen om onze infilairs bij ons regiment te voegen. Ze komen er kennelijk net vandaan, dus we zullen onze mars van 35 kilometer voor niets besparen. Maar we gaan ook niet achter ze aanhollen. Heb je geld bij je? Beetje. Mooi zo. Dan gaan we terug naar die bistro die we daar bij die kruising voorbij kwamen. We drinken wat en dan blijven we daar een tijdje. Ze zullen ons wel vertellen welke kant het regiment op is gegaan en dan gaan we precies op tijd op stap. Zodat we keurig op tijd voor de avondhap aankomen. Kom op. We zijn er bijna. Waar? Nou, waar we naartoe gaan natuurlijk. Weet je dan waar we naartoe gaan? Nee, maar ik weet dat we er bijna zijn. Omdat als een regiment 4 uur achter elkaar op een hoofdweg marcheert en het dan ineens afgaat, dan moet het ergens in de buurt zijn. Rustig. Wat zou me dat goed doen? Volgens mij wel, mijn jongen. Je bent de enige niet. Slapen, dat wat ik moet. Slapen. Lang en diep slapen. En mijn kleren uit. Ik
heb een sterke maag, maar ik kan mijn eigen stank bijna niet meer verdragen. Ik ben het met je eens, mijn vriend. Zo lekker kan ik het ook niet vinden. Ik heb toch liever de mijne dan die van jou. Dat klinkt beter. Nou beginnen ze het kwijt te raken. Als ze met grappen ophouden, word ik ongerust. Maar hun weerstand is toch niet erg groot. Om moreel ook niet. Wie kan het ze kwalijk nemen? Hoe ver moeten we nog? Ze zullen ons er minstens 10 moeten geven, vindt u ook niet, kolonel? 10 viel? Rustdagen, kolonel. Vindt u ook niet, kolonel? Oh, ja. 10 op zijn minst. Ja. Hé, hé. Ja, we zijn er. Het werd tijd. Interessante ruïnes, dat moet ik zeggen. Wat nou, ruïnes? De huizen hebben daken. Ja, dat is niet voor ons. Wie is dat? Daar. Daar. Huh? Dat moet de officier kwartiermaker zijn. Ja, dat is een clubje. Opgesteld dat ze hier maken. Hij komt naar de commandant toe. Huh? Ja. Waar moeten we naartoe, luitenant? Hierheen, kolonel. Ik zal de pelotons hun kwartieren wijzen. Dan kunnen ze daar meteen aantreden en een warme maaltijd uit de keukenwagens gaan halen. De orders zijn, kolonel, dat de mannen tot morgen 12 uur geen dienst hebben. Dat is voor u, meneer. Dank je. En dat is voor u, meneer. Dank je wel. Alsjeblieft. Dank u wel, meneer. Ja, laat maar zitten. Dank u. Nou, proost. Proost. Dus jij bent achterop geraakt, hè? Ja, daarom ben ik alleen. Het was een ingewikkeld verhaal. Ik denk niet dat het je zal interesseren. Kom maar op. Ik ben eigenlijk meer in je lintjes geïnteresseerd. Ik zou best een medaille willen halen. Ik vraag me af wat mijn kansen op promotie zullen zijn, als ik een jaar of wat ouder ben. Wat denk je? Niet slecht, zou ik zeggen. Jij, wil jij promotie maken? Nee. Ik heb genoeg aan mijn hoofd om op mijn eigen hachie te letten, zodat ik er nou niet nog eens een stel kerels bij wil hebben. Ik ben geniesoldaat en daarom ben ik bij de infanterie. Ja, niks op tegen om geniesoldaat te zijn. Joffel was er een. Wat is dat? Ordonnans. Hij is al die haast. Hey, denk je dat de moffen ergens zijn doorgebroken of zoiets? Ja, hij lijkt inderdaad haast te hebben. Zoek je iemand, corporaal? Waar is jullie regiment? Ik heb langs het hele front naar ze gezocht. Ik weet het niet, ik ben er ook naar op zoek. Die oude vrouw hier zegt dat er vanmorgen een linieregiment die weg ingegaan is. Weer terug naar de loopgraven, arme stakkers. Ja. Het moet wel die troep van ons zijn, zo te horen, maar wat is er eigenlijk aan de hand? Neem een borrel! Alsjeblieft, hè. Lijkt me een orkaan. Ik kan die zich zo druk over maken. Oh, dan ze doen altijd belangrijk. Ja. Soms zijn ze het ook. Zeg, het wordt laat. We moeten maar op stap gaan. Ja, laten we dat maar doen. Ik geloof dat jij in Algerije onder mij gediend hebt. Is het niet, Assolan? Ja, meneer. Toen u stafchef was van het 19e legerkorps. Ik was toen majeur. Ik was gestationeerd in Ain Sefra. Ja, nu herinner ik het me. Datgene waarvoor ik naar je toegekomen ben. Ik kon er aan de telefoon niet op ingaan. Tussen haakjes, zijn al je onderdelen op Mars? Diegenen die beschikbaar zijn wel, behalve het 181ste. Mijn motorordonnans zal nog wel wat moeite zijn te vinden, maar ze moeten nu wel vertrokken zijn. Als u het mij toestaat te zeggen, meneer. Ja, ja, ik weet het. Maar wacht nog even tot ik je de situatie geschetst heb. Dan zal ik naar je luisteren. Heb je het communiqué van vanmorgen gelezen? Ik lees geen communiqués, meneer. Ik maak ze.
Nou, er heeft een betreurenswaardige vergissing plaatsgevonden die ik je zal uitleggen. Je weet dat de opperbevelhebber al een tijd over geklaagd heeft dat de puis nog niet veroverd is. Laatst nog heeft hij er zeer op aangedrongen, om een reden die ik je zo zal verklaren. Ja. Verschillende pogingen om hem in te nemen zijn gedaan, de laatste gistermorgen nog door de tirailleurs. Ze zijn allemaal mislukt. Dat is geen wonder. Dat is een miniatuur Gibraltar. De reden waarom ik je naar het communiqué vroeg, is dat door een of andere vergissing er gerapporteerd schijnt te zijn dat de puist gisteren veroverd is. Ik wil niet dat je me verkeerd begrijpt. Ik bedoel, het heeft niets te maken... Ik begrijp het maar al te goed, meneer. U wilt mij gaan vragen met mijn bajonetten datgene te veroveren wat een pendelikker van het hoofdkwartier met de punt van zijn pen al achterloos ingenomen heeft. Dat is nou net de conclusie die ik niet wou trekken. Dus tot zover is het nu gekomen. Hoofdkwartier is niet langer tevreden met aanvallen. Aanvallen die bedoeld zijn om een communiqué te versieren. Ze moeten nu ook nog van hun schrijfsels een doel in zichzelf maken. Nou is het wel genoeg, generaal. We hebben hier geen behoefte aan dramatisch gedoe. Heb je me niet kwalijk, meneer? Ik liet me gaan omdat ik... Ja, ja, het is goed, generaal. Wat ik nu ga zeggen is strikt geheim. Althans, dit gedeelte. Het moet beslist niet verder komen dan uw stafchef. En zelfs hij moet er buiten blijven, als u niet zeker bent van zijn discretie. Op dit front wordt een aantal legerkorps geformeerd voor een aanval 3 weken vanaf nu, waarmee de opperbevelhebber besloten heeft een complete doorbraak te maken. Geen enkele aanval kan echter slagen zolang de moffen de puist bezet houden. Zoals je weet is dat een sleutelpositie die onze oppers kan ophouden en verlammen vanaf het moment dat hij begint. Daarom moet hij veroverd worden en in ons bezit blijven. Ik heb Soffer een paar dagen geleden gesproken en hij gaf mij het officiële bevel de puist niet later in te nemen dan de 8e. Dat is dus overmorgen. Overmorgen? Als er één man in dit leger is die het kan, dan ben jij het, Assoulan. Nou, ik moet u zeggen, meneer, dat u op geen slechter moment dan dit een roep op me had kunnen doen. Mijn divisie is in stukken gehakt. En wat er van over is, is totaal uitgeput. Kunt u de opperbevelhebber er niet toe krijgen dat hij een aantal troepen uit de reserves van het hoofdkwartier aanwijst om dat karwei te klaren? Het zouden dan geen aanvalstroepen zijn. En het succes van dit gevecht zal gaan afhangen van aanvalstroepen. Wel, de mijnen zijn ook geen aanvalstroepen meer. En dan zullen ze niet eerder worden voor ze een degelijke rust hebben gehad en we helemaal fit zijn. Ik kan je alle artillerie geven die je wilt, binnen alle redelijkheid. Artillerie zal niet voor uitwerking hebben op de puist, meneer. Ik ken die plek. Dat is geen gewone puist, dat is een steenpuist. Granaten ketsen er gewoon op af, dat hebben we nog al eerder gezien. Hoe zou je hem volgens jou dan moeten innemen? Ik zou het niet weten. Kom, kom, Assoulan. Je hebt een eerste klas divisie. Hij mag een beetje vermoeid zijn, maar hij wordt toch opgefrist en van nieuw leven voorzien door de nieuwe lichting die er juist bijgekomen is. Die zijn jong, sterk, gezond, vol jeugdig vuur. Het enige waar ze van dromen is een bajonetaanval uitvoeren. Ze zullen niet eens merken dat de aanval een beetje ongebruikelijk is. Welke van je eenheden is in de beste vorm? Wel, ik denk het 181ste door de stommiteit van een motorordonnans die zijn... Het 181ste, ja. Ik heb het meermalen in de legerorders vermeld gezien. Zet die dan in de eerste golf en laat je andere regimenten ondersteunen en de posities consolideren. Zo zou je het kunnen doen, ja. Natuurlijk zou het zo kunnen. Zo moet het ook gebeuren. En zoals ik al zei, je kan wat kanonnen betreft alles krijgen wat je hebben wilt. En ik zou op dit moment liever rust hebben dan artillerie, meneer. Hoewel, het is een nieuwe ervaring. Zomaar een onbeperkte hoeveelheid munitie aangeboden te krijgen. Hoeveel houders met gas zou ik kunnen krijgen? Kijk, als de wind in de goede hoek zit, zou ik de puist helemaal in gas zitten verstikken. Laat de coup d'air komen. We moeten alles grondig doornemen. Nou niet zwak worden tegenover Coudert,
Niet terugkrabbelen? Wees u niet bang, meneer. Ik heb een besluit genomen. Ik verover de puist voor u als u mij de vrije hand geeft. Je krijgt meer dan dat, Assoulan, als het voorbij is. Je krijgt een leger korps. Morgen dan? Dat is mogelijk, meneer. Maar de dag erna krijgt u het. Voor uw lunch. Klinkt altijd als een ver onweer, vindt u ook niet, kolonel? Zo ver nou ook weer niet. Heel vervelend. Dat je nooit aan een man kunt vragen om met je op te marcheren. Zonder dat hij meteen denkt dat hij met je moet praten. Hij heeft gewoon niet het talent om aan te voelen wat ik doormaak. Deze spanning is onverdraaglijk. Wat een heldslawaai maken ze. Waar voor de donder komen we die gidsen tegen? Wat is dat daar voor een licht? Het is de maan. Ik was vergeten dat er een maan was. Kijk uit voor die granaatrechter, majoor. Dank je, mijn beste. Geef het bevel door naar achter de pijpen en de sigaretten te doven, wil je? En ook de gasmaskers bij de hand. Ja, meneer. Sigaretten en pijpen doven. Gasmaskers bij de hand. Het de pijpen over! Gasmaskers! En hand! Pijpen over! Gasmaskers bij de hand! Het is gek. Maar alleen het geven van een commando al schept vertrouwen. Zelfs bij de man die het geeft. Heden! 181ste! Halt! Halt, houden! Niet dicht op elkaar gaan staan. Houd afstand. Compagnies, commandanten naar voren komen in de looppas. Geef het door. Houd elkaar! Kom, die schuif naar voren komen. Ja, het 181ste. En uit die sigaret. Wie bent u? Gidsen van de tirailleurs, meneer. Om u verder te brengen. Ik ben luitenant Trogard. Goed, luitenant. U blijft hier bij mij in het detachement van het hoofdkwartier. Detachement hoofdkwartier rechts uittreden. Bajonetten op. Bajonetten op. Geef door naar achteren dat de bajonetten opgezet moeten worden. Bajonetten op. Waar zit het hier voor de donder? Een paar stappen verderop, meneer. 2 batterijen, 12 langstaan. Gekke. Weten ze dan niet dat er vannacht een vuurpauze is? Ze trekken vuur aan. Herbillon, Herbillon. Waar zit dat, judant? Hier ben ik, meneer. Oh. Ga die weg daar af en kijk of je die idioot ertoe kan krijgen met schieten op te houden tot de vuurpauze afgelopen is. Ja, meneer. En zeg hem dat hij niet meer last moet veroorzaken. Ja, meneer. Rood. Groen. Weer rood. Van wie zijn die signalen? Niet van ons, hè? Nee, meneer. Dat is het signaal van de moffen voor een spervuur. Net wat ik dacht. Ik wist dat die gek ons niet zou leveren. Dit is een onrustige sector, meneer. Speciaal na die aanvallen die we op de puist gemaakt hebben. Meer zijn officieren. Dan laten we beginnen. Palazzi, ben je daar? Meneer. Kapitein Charpentier. Meneer. Nou, vooruit, luitenant. Zijn er nog speciale instructies? Alleen deze, meneer. Ongeveer een kilometer verder de weg op is een grote kalkput waar een smalspoorlijntje overheen loopt. De moffen beschieten van tijd tot tijd. Tot nog toe zijn ze nog rustig geweest, maar dat signaal zal wel leven in de brouwerij brengen. De granaten komen zo om de 30 seconden. Er zit niets anders op dan te proberen er zo snel mogelijk overheen te komen met een halve sectie tegelijk. Tussen de granaten door. U hebt het gehoord, heren. Handel dus zodanig en vooral niet te dicht op elkaar. Breng rapporten uit in mijn onderkomen in de Transit de Zouave zo gauw als de aflossingen voltooid zijn. Het wachtwoord vanachter, wat is het wachtwoord, luitenant? Kalem, meneer. Kalem. Terug naar uw posten dus. Charpentier. Hier. Blijf bij me. Ik heb een karwei voor je. Eerste compagnie per sectie voorwaarts. Voorwaarts. En denk eraan niet op elkaar klitten. Houd afstand.
Roger. Luitenant Paulacci is nergens te vinden, meneer. Ik hoorde dat een van zijn secties dat verlangs heeft gekregen bij de kalkput. Ik zag een paar lijken toen ik er langs kwam. Hij heeft waarschijnlijk teruggegaan om ons op te halen. Hoe dan ook. Er zit een krap in officier en ik kan niet wachten. Dus jij moet het maar doen. Ben je ooit op patrouille geweest? Nou, één keer maar, meneer. Als soldaat. Ja. Dan moet je die Diema meenemen. Die is door de wol geverfd. De kolonel wil dat er een verkenningspatrouille op uitgaat. Geef me die kaart eens die daar op die krip ligt. Ja, dankjewel. Kijk. Dat hier, dat is de puist. Dit is onze frontlinie, zie je? Van hier naar daar. Nou, daar is de prikkeldraadversperring van de moffen. Ongeveer een 500 meter van onze linie vandaan. Ja. Jij moet hier links eruit gaan en je naar onze rechtergrens zien te werken, waar je weer naar binnen kunt komen bij onze wachtpost nummer 8. Bij de divisie zijn ze heel nieuwsgierig naar de diepte en de conditie van de Duitse versperring. Deze kaart is niet helemaal tot vandaag bijgewerkt en de tirailleurs rapporteren dat de moffen hun versperring aan het versterken zijn geweest. Dat is dus de belangrijkste taak. Erachter komen hoe hun versperring is. Maar je moet ook uitkijken of de moffen vooruitgeschoven posten hebben. Dat is even belangrijk als het andere, dat we willen weten waar die zijn, zodat we ze kunnen uitschakelen voor de aanval. Het is een heldere maan. Dus als je ze zou kunnen vinden, hoeft het geen moeite te kosten de plaats precies te bepalen. Neem een lichtgevend kompas mee en gebruik de top van de puist als een markatiepunt. Oh ja, vergeet niet om de identiteitsplaatjes van Duitse gesneuvelden mee terug te nemen als je die zou vinden. Hoeveel man zal ik meenemen, meneer? 2, behalve jezelf. Op Didier kan je vertrouwen, die kan dat soort dingen uitstekend. Als u niet erg vindt, meneer, zou ik liever iemand anders meenemen. Wat mankeert er aan Didier? Als het u hetzelfde is, meneer, nam ik liever iemand anders mee. Het is me absoluut niet hetzelfde. De waarheid te zeggen, Roger, als het niet zo was dat het rapport door een officier gemaakt moest worden, dan zou ik me al te graag Didier het commando van de patrouille geven. Wat heb je tegen hem? Niets. Maar wat hij tegen mij heeft, dat zou ik wel willen weten. Wat heeft hij dan tegen je? Ik denk omdat men mij een officiersaanstelling heeft gegeven en hem niet. Hij is een norse, jaloerse kerel. Ja, dat kan wel zijn. Hij is een eerste klas verkenner en je neemt hem mee. Voor de nacht voorbij is, zul je heel blij zijn dat je dat gedaan hebt. Nou, hier. Bekijk die kaart nou maar nauwkeurig en leer hem uit je hoofd. Eens kijken. Waar was ik? Oh ja. Oh, dat is heel eenvoudig. Hier ga ik eruit, waar het begin van het bos de grens aangeeft. Kruip naar voren. Een Duitse versperring. Een paar honderd meter lang. Tot we bij die oude verbindingsloopgraaf komen. En vandaar komen we bij bos nummer 8. We hebben weer 50 meter van onze eigen. Ja? Ik heb Lejeune meegebracht. Ja, je hebt er wel je tijd voor genomen. Iets te melden? Ja, wachten zijn allemaal gewaarschuwd tot hiertoe. Rechts is er wat granaatvuur, ook wat gas. Goed. Nou, ga dan naar boven en haal een paar handgranaten. Ik kom zo bij. Handgranaten hebben we wel. Oh, nou ook jullie gasmaskers. Op patrouille neem je geen gasmaskers mee. Zit in de weg. Je blijft ermee vastzitten aan het prikkeldraad. Ja. Ja, natuurlijk. Ja. Nou ja, ga er toch maar vast vanuit. Ik ben zo bij jullie. Hij zegt moed aan het indrinken. Heb je die fles gezien onder zijn jas? Nee, maar het stonk als een bistro. Je kan het altijd zo merken als je er een paar op heeft. Dan wordt hij sarcastisch.
Hij zou wel even rond hebben kunnen laten gaan, dat varken. Luister goed, Paul. Als hij gek gaat doen, of een waai begint te maken... Ja, ik begrijp je. Oh, daar komt hij. Ja. Wel, jullie. Laten we gaan. Stil. Er ligt alleen maar een stuk hout over de weg. Volg me. We kunnen hier. Hier kunnen we doorkruipen. Zo. Wie zijn die twee? Huh? Ik kan het niet ruiken. Huh? Die zijn dood. Het zijn tirailleurs. Frans, laten we verder gaan. Nee, die kant. Waar? Hij gaat de verkeerde kant op. Oh. Ze komen hier weer in ons prikkelraad. Deze kant moet je op. Je moet de maan moet je aan je rechterkant houden. En Kuiper, verdomme! Zit hij niet op de Champs-Élysées? Die twee wel. Ja. Kuiper, we zijn zo bij ze. Als we al die herrie blijven maken en niet zo vlug. We komen in de buurt van de versperring. Ik denk dat hij daar ergens is. Ja, je kunt hem zien. Langzaam. Steeds maar een paar metertjes. Dan stoppen we. En we luisteren. Zij kunnen ook op de toilet hebben uitgezet. En hou daar godverdomme mee op. Want alle Jezus op, Harry. En let een beetje op, alsjeblieft. Zie. Zeg, wie denk je dat je het hebt? Ik heb het tegen jou. Als jij het patrouille niet behoorlijk kan leiden, dan doe ik het wel. Dan wil jouw stommiteit niet mijn kop van me omschieten. Hier zul je meer van horen. Wat is er aan de hand? Een heleboel. Roger is dronken en heeft overal lak aan. Als we hier zonder kleerscheuren doorkomen, hebben we mooi geluk. Zullen we dan? Nee. Hij kan nog niet geworden. Verdomme! En jij, los, daar hebben ze. God, jij, God. Nog één geluid en ik maak je koud. Zo mijn nek te hebben. Zullen we de broer het laten krijgen? God, schiet op en zorg dat ik uit die buurt kom van die lijken. Godsmisselijk. Ga nog weer op, varken. En doe het heel stil. We liggen hier recht voor een versterkte uitkijkpost. Nou, kom. Kom, deze kant uit. Kom. Ja. Hey. Waar zou dat zijn? Ja. Kapotgeschoten huizen. De Jeune. Meneer. Zie rechts om die bouwval heen te komen. Die hier gaat met mij samen links omheen. Huh? En dan komen we elkaar aan de andere kant weer terug. Ze hebben de patrouille opsplitsen, maar je bent weer gek. Nou, doe wat je gezegd wordt. Niet doen, Paul, niet doen. Het is waanzin. Mooi zo. Jij volgt mij. Tot zover. Nou, dan ging me een paar handgeraden. Je hoorde toch wat ik zei? Hier. Ja. Dus even kijken. Enig teken van de jeune. Je had de patrouille niet moeten splitsen. Vraag me af waar die is. Als meneer ergens ligt met de bajonet, hoe zijn keel zou ik me niks verbazen. We hadden ons niet moeten splitsen. Hoe moet hij dan weten dat wij het zijn? En dan moeten wij dan weten dat hij het is. Wat is dat? Het is Paul. Laat mij even. Wat ga je doen? Zullen ze de volle laag geven? Wat ga je dat niet doen? Niet doen. Het is Paul.
Rennen, deze kant op. DJ! Paul! DJ! Paul! Help, help me! Help. Waar ben je? Waar ben je, Paul? Waar ben je? Niet verder, meneer. Waarom niet? Granaatrechter, meneer. Oh, ja, maar goed. Wacht hier op ons. Kom op, Saint-Aubin. We zullen verder moeten lopen. Uitstekend, meneer. Dat is een flink gat. Ja, meneer. Zeg, wie is die officier daar aan de overkant die ons groet? Geen idee, meneer. Ja, ze wisten het dan genoeg, kapitein. Ik vind dat ik dan wel genoeg genoemd ben. Zegt u het maar. Kolonel Pax heeft me naar u toegezonden, meneer, om u naar zijn hoofdkwartier te begeleiden. Ik ben de adjudant van het 181ste, Herbillon, meneer. Denk Dax dat ik de weg in mijn eigen loopgraven niet vinden kan? Pardon, meneer? Nee, laat maar. Ga maar voor. Kom op, Saint-Aubin. Ja, meneer. Natuurlijk, meneer. Hoe is de aflossing gegaan? Heb je? Heel goed, meneer. We hebben maar zo'n 30 man verloren. Een voltreffer op een sectie. Eén officier wordt waarschijnlijk vermist. En het bombardement? Nou, toen ik wegging waren de rapporten nog niet binnen, meneer. Is de patrouille nog wat te weten gekomen? Niets van wat we al niet wisten. De draadversperring van die moffen is heel solide, meneer. En hun voorste linie is goed bemand. Ze ontdekte een machinegeweernest in een of ander kapotgeschoten huis, rechts van ons centrum. Oh. En een lid van de patrouille wordt vermist, meneer. Waarschijnlijk dood. Oh? De luitenant is op het hoofdkwartier om u persoonlijk een rapport uit te brengen, als u dat wenst, meneer. Ja. Ja, natuurlijk. DJ! 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 De patrouille, hoe was het? Prima. Hoe was het onderkomen? Onderkomen, maar reed. Ik heb de hele nacht granaten gesjouwd. Nou, je was de enige niet. Waar is die moffenhelm die je beloofde? Die kan je zelf gaan halen, morgen. Ja, waar? Daar op de puist. Is dat officieel? Absoluut, let wie de krant. Zeg, DJ, wat heb je met Lejeune gedaan? Die is dood. Nou ja, die heeft geen zorgen meer. Hoe is het gebeurd? Handgranaat. En de luitenant? Dat weet ik niet. Mooie patrouille. Ja, zeg dat wel, ja. Ik zag de luitenant hier bij het aantreden. Oh ja? Is hij naar binnen gekomen? Hoe moet ik dat nou weten? Hij was er, dat is alles. Hij ging weer weg voor het bombardement begon. Ja, daar was hem, ja. Zeg, hoe weet jij, DJ, dat wij de aanval gaan maken? Oh, ik heb het een en ander opgevangen. Zeg, DJ, waar is het met Lejeune gebeurd? Laat me in godsnaam weten. Je bent wel een babbelaar, zeg. Ja, Lejeune was geen kwaaie kerel. Het enige rottige was dat zijn voeten zo stonken. Weet je zeker dat hij dood is? Hij kent nog 3 francs van hem. Nou, die kan je morgen gaan innen. Als je daar naartoe gaat waar hij ook heen is. Ja, dank je wel. Wat dat jij er dan ook bent om te zien dat hij me betaalt. Ik zal er waarschijnlijk zijn, joh. Jezus zegt dat niet. Ik ben er zeker van zijn dat je er aan gaat. Oh, dat gebeurt hem vast. Kijk maar. Het gezicht is al in de rouw. Ja, ja. Ja, dat moet je niet zeggen. Dat ben ik ongeluk. Ah, donder op. Als je hier lang genoeg blijft, dan ga je eraan. Ik niet. Mijn nummer hebben ze boven niet. Ik zei, zeg dat niet! Dat brengt ongeluk. Dus God verzoeken.
Tja, die heeft er nogal wat mee te maken. Die staat toch aan de kant van de moffen. Als wij aanvallen, dan krijgt de moff het als een lawine over zich heen. Wil toch niet zo? Ah, die jongen heeft gelijk. Nee, hij heeft geen gelijk. Ja, jij weet nogal veel. In elk geval meer dan jij. Ik heb het prikkeldraad van die moffen gezien. Hè? En ik weet ook wat ze met de tirailleurs hebben gedaan. Nou, jullie moeten me eventjes excuseren, want ik moet nog een bezoekje afleggen. Zeg, DJ, wat die drie Frans aangaat, hè? Wees me eventjes waar de spullen van Lejeune zijn. Hij wel, hoor. Ja, ja. Ja? Ja. Nou, als je maar nou, waar kom jij vandaan? Wat denk je? Als je maar nou, ik dacht dat jij dood was. Ik heb het zelfs gerapporteerd. Je had geen zin om te kijken of het ook zo was, hè, Roger? Wat bedoel je? Jij rende toch weg? Nadat je Lejeune koud gemaakt hebt. Je bent nog gek geworden, Lejeune koud gemaakt. Waar heb je het over? Je hebt die handgranaat toch gegooid, of niet zo? Ja, waar moest ik dan gooien, bloemen? Door die handgranaat ging Lejeune eraan. En als je niet dronken was... Ja, nou, heb je genoeg van? Oh, daar twijfel ik niet aan. Nee. Je hebt jezelf aardig in de puree geweest, Roger. Vind je ook niet? Maar jij nog erger. Oh. Hoezo dan? Ik heb het eens nagegaan. Ten eerste... regelrechte insubordinatie. Ten tweede dreigen er meerdere af te maken. Dat is muiterij nummer 1. Ten derde weigeren een bevel op te volgen en anderen aanzetten hetzelfde te doen. Dat is muiterij nummer 2 en 3. Ten vierde, dat is vuur open op een meerdere. Dat is poging tot moord en muiterij nummer 4. Hoe denk jij dat die beschuldigingen er op papier uit zullen zien? Niet half zo goed als deze. Dronken tijdens de dienst. Het leven van je man in gevaar brengen door dronken roekeloosheid. Weigeren naar raad te luisteren, moedwillig. Een van je mannen vermoorden. Grove onbekwaamheid in het algemeen en tenslotte, Roger, lafheid in het aangezicht van de vijand. Je bent weggerend, vergeet dat niet. Hoe heb je dat in je rapport verklaard? Dat heb ik niet. Maar ik zal je wat anders uitleggen. En ik geef je de raad er goed over na te denken. Ik ben een officier en jij een gewoon soldaat. Luister, het is mijn woord tegen het jouwe. Van wie zal het geloofd worden? Van wie zal het aangenomen worden? Heb je ooit geprobeerd een beschuldiging tegen een officier in te brengen? Denk daar nou eens goed over na. Wat is je voorstel? Dit. Als jij je mond dicht houdt, doe ik het ook. En denk erom dat je hem stijf dicht houdt. Dan regel ik wel hoe het met die patrouille gegaan is. En met Lejeune. En daarmee is de zaak afgelopen. Wat zeg je daarop? Daar is het, meneer. Ons doelwit. Hm. Dat is dus de puist. Dat is hem, meneer. Wat zijn omtrek en grootte betreft lijken we op een oceaanstormer. Zijn boeg komt recht op onze frontlinie af. Bozaardig. Dat is hij. Of komt dat omdat ik weet dat hij bozaardig is, dat ik vind dat hij er bozaardig uitziet? De glooiing van die heuvel ziet er makkelijk uit. Als ik genoeg troepen en munitie heb, kan ik alles innemen. Het is allemaal een kwestie van percentages. Er moeten mannen versneuveld, natuurlijk. Soms heel veel. Laten we zeggen, 5% door het eigen tunnelvuur. 10% bij het oversteken van niemandsland.
20% om door het prikkeldraad te komen, dan blijft er over 65%. En het ergste gedeelte van de karwei is voorbij. Hij is boosaardig. Kijk eens naar die nevel die er tegenaan hangt. Als een priester het zou zien, zou hij zeggen dat het de geesten zijn van alle mannen die op die hellingen gesneuveld zijn. Zullen het de dampen zijn die uit de catacombe opstijgen? Maar als het geesten zijn, morgen om deze tijd zullen er nog veel meer zijn. Het uur u zal om 7:00 voormiddag zijn. Ja, meneer. Heb je dat, Saint-Aubin? Ja, meneer. Ik heb dat tijdstip genomen omdat we niet kunnen aanvallen midden in het ochtendbombardement. En ik wil niet daarvoor aanvallen. Dit geval moet bij daglicht worden gedaan, zodat we kunnen zien wat we doen. Het heeft bovendien een extra voordeel. Na het ochtendbombardement zal de MOF denken dat alle gevaar van een aanval voor die dag voorbij is. En dan grijpen we hem als hij niet op zijn hoede is. Dat betwijfel ik, meneer. Uit eigen ervaring en naar wat ik gehoord heb, zeg ik dat hij nooit niet op zijn hoede is. Hij weet dat de puist even belangrijk voor ons is als voor hem. En bovendien, daar het ochtendbombardement hier een goed ingevoerde gewoonte schijnt te zijn, kunnen we het artillerie de draadversperring laten kapot schieten. Zal de MOF dan niet merken dat we dat doen, meneer? Nou, hij kan het pas repareren als het donker is geworden. En tegen die tijd zal het niet meer van hem zijn. Ja, maar hij kan de openingen bestrijken met machinegeweren. Hij zal toch precies de punten weten waar hij ons kan verwachten. De versperring moet vernietigd worden. Zou je liever zien dat het werd gedaan gedurende dat trommelvuur voor een aanval? Dat duurt maar 5 minuten. Dit is de verrassingsaanval. Nee. Hij zal die niet zo gauw verwachten naar die andere. Over het geheel genomen denk ik dat u gelijk hebt, meneer. Het is beter om de versperring van tevoren kapot te hebben. Dan hebben wij alle kanonnen vrij om aandacht aan de MOF te besteden als we het op afgaan. Dat heb ik in bril gezegd. Ja, meneer. Wat ik ineens bedenk. Dit zou een uitstekende plek zijn voor mij om de aanval te volgen. Zet hem aan. Meneer? Ga terug naar de commandopost van kolonel Dax en bel Koudert op. Zeg hem dat hij ervoor moet zorgen dat van deze post rechtstreeks een telefoonleiding wordt gemaakt naar mijn hoofdkwartier. Wacht even. Dax. Meneer? Jij kunt een verbinding voor me maken met de 57ers hier achter de heuvel, jongen. Zeg me. Mooi. Zeg dan tegen Koudert dat na het trommelvuur die twee batterijen daar, zoek uit welke dat zijn, onder mijn persoonlijke commando zullen komen te staan. Jawel. Ze moeten hun vuurschema uitvoeren, zoals afgesproken, maar ze moeten klaarstaan om elk doel wat ik gedurende het aanval voor ze heb te beschieten. Nu kun je gaan, ingedrukt. Zo, Dax. Nu zou ik graag naar beneden gaan en je frontlinie inspecteren. Ja, meneer. Maar ik waarschuw u, het gaat er heet aan toe. Het kan mij niet heet genoeg zijn. Hallo. Kijk nou. Wat? Daar gaat sergeant Picard. Oh, daar moet ze niet hè? Daar moet ze niet. Kijk. Daar moet ze niet. Als de anders niet eens langskomen, dan kan er zeker maar zijn dat de doden vallen. Ja. Jij bent de eerste om naar ze toe te holen. Ik neem altijd elke voorzorgsmaatregel. Mm-hmm. Hoe permanganaat van Potas? Geen godslastering, hè? Wie het over godslastering heeft, die jood. Niemand weet er zoveel vanaf als die twee. Wat bedoel je daarmee? Nou, je hebt toch geen KM gezeten? Nee? Nee, hè? Jazeker. Gerald heeft in het vreemdelingenlegioen gediend. Precies. Nou, dat zijn nog niet wat je noemt kloosterschooltjes. Hé, jij komt naar Blanc. Hé, zeg, nog nieuws van de regimentstrein? Nog stukken? Geen stukken, maar het is wel aanvallen geblazen. Vertel eens eens wat nieuws. Het is hier al urenlang officieel. De generaal kwam langs. En de almoezenier. En kijk eens naar die extra kist aan munitie. Ja, ik weet het. En de timmerman was houten kruis aan het maken. Zagen ze er leuk uit? Ook voor mij hebben ze er een gemaakt. Dat moet je niet zeggen.
Dan krijg je er zeker één. Nou, als je maar lang genoeg blijft, dan krijg je er zeker één. Was hij ook met één voor jou bezig, Roloa? Ik weet het niet. Maar het kan me ook niet veel schelen. Ik ben niet bang om dood te gaan. Ik ben alleen maar bang om gewond te raken. De meeste van ons hebben meer angst gewond te raken dan om te sneuvelen. In Bernard bijvoorbeeld. Ik word beroerd als het over gas gaat, maar gas doet mij niks. Maar Bernard, nou, hij heeft foto's gezien van gasslachtoffers en daar moet hij niks aan hebben. Dat zal mij nou een zorg zijn, want ik weet dat een hoofdwond veel meer pijn doet. Waar zijn jullie het meeste bang voor? Granaatexplosies. Ja, ik ook. Anders ik wel. Het enige wat ik weet, niemand wil doodgaan. Dat heb je toch mis. Persoonlijk zou ik het best willen. Ja, ja. Het is het enige vaststaande feit in het leven. Het heeft een geheimzinnigheid en een volmaaktheid wat niets anders heeft. Ik ben er verschrikkelijk nieuwsgierig naar. Zo erg soms dat ik er wel eens ernstig over gedacht heb om zelfmoord te plegen. Nou, blijf dan nog maar een paar uurtjes nieuwsgierig. Je zult je zin krijgen zonder het gevaar te lopen je onsterfelijke ziel te verliezen. Mijn ziel is niet belangrijk. Nou, als we dat allemaal zouden doen wat jij zegt, dan zou het als gauw uitgestorven zijn. Wie zou daar last van hebben? Zoveel rassen zijn uitgestorven. Het lijkt me dat niemand erom treurt. Het onze gaat er ook aan. En als die dag komt, zullen de dieren opgetogen zijn. En de ongeboren kinderen dan? Dat is nou precies wat ik zou willen zijn. Een ongeboren kind. Omdat we morgen in de avond gaan. Ik ga een beetje slapen. Ja, wel rusten. En verslaap je niet. Anders mis je de kans die nieuwsgierigheid van je te bevredigen. Het zal wel in de vroege morgen zijn, denk ik. Dat is het meestal. Het regent niet meer. Maar er is wel schade aan de grond aangericht. Wat een dag. Als het weer gaat regenen, blaast de wind dat water recht in de gezichten van de mannen als het aan aanval gaan. En dan die modder. Modder en regen. Dat heeft de kracht dat menig aanval gehaald. Uur u min 15 minuten, meneer. Alles is rustig. Alle eenheden hebben gerapporteerd dat ze klaar zijn. Hoe is het met het weer? Wind uit het noordoosten. Regen. De windstoten voor de komende 6 uur. Hoe laat is het, luitenant? Uur u min 9 minuten. Moet je ze zien. Sommigen zijn veroordeeld om binnen het uur dood te zijn. Misschien ben ik er een van. Die. Of die. Of die daar. Eén van hen zal zeker dood zijn binnen het uur. Wie? Hij? Hij? Hij rent met ongelooflijke snelheid naar zijn einde toe. Hij heeft nog een paar minuten te leven. Dan de totale onbekende. Deze keer ben ik erbij. Voor de 7e keer de loopgraaf uit zonder een schrammetje. Dat kun je niet verwachten. Dit keer moet het mijn beurt zijn. Ik heb zo vaak geluk gehad dat het onwaarschijnlijk wordt dat het zomaar doorgaat. Dat idee maakt me somber. Ik vind het niet helemaal eerlijk. Ik vind het onrechtvaardig. Hoe staat het met de tijd, Didier? Nog 4 minuten. Uur min 4 minuten, meneer. En het is begonnen te regenen. Een gemene streamende regen waar je gek van wordt. En die door alles heen dringt.
dat geeft de doorslag. Het weer is altijd in het voordeel van de mof. Het zal bar worden. Uur u min 30 seconden, meneer. Uur u min 15 seconden, meneer. Daar gaan we weer. Thank you.